de watertaxis. Je ziet ze heel veel door de haven van Rotterdam heen gaan. De Evides, het waterbedrijf, gaat ook wat laten zien wat zij allemaal doen hier in de haven van Rotterdam. En we hebben een demonstratie van de Hi-Bye, de Blijdorpboot. We zijn over een aantal minuten bij je terug met deze mooie... jaar bestaan in de haven van Rotterdam. 1993 begonnen met het scheepje eigenlijk wat voorop vaart in de hele groep die hier aankomt. Daar hadden ze er toen de tijd maar een paar van en die gingen dus van de noord naar de zuid. Het was de Erasmusbrug er nog niet en er kon... Dus we zijn heel goed bezig hier in de Rotterdamse haven. Te kunnen varen. En dat is ook jouw uitdaging, begrijp ik? Als die kant voorbij komt, zou ik hem zeker niet laten schieten. Maar we moeten eerst zien hoe dit team allemaal eindigt. En tot nu toe gaat het met dit team heel erg goed. We hebben afgelopen weekend het Europees kampioenschap in Breskens gehad.
En daar zijn wij een heel hard gestreden tegen andere boten. En hebben wij uiteindelijk weten af te sluiten met een mooie tweede plek. Dus daar zijn wij erg tevreden mee. En dat betekent dus net wat je zegt, heel veel trainen. Je zegt net Gert-Jan Poortman is je trainer. Maar zijn er meerdere of doet hij het helemaal alleen? Nou, we proberen altijd met twee oudere mensen, categorie ouder 40 plus vergeleken met het jeugdteam, te varen. Dat hebben we Jaap van Rijkenvorstel en Jaap, dat zijn eigenlijk de vaste. Maar ook Gert die moet af en toe weg voor een grote wedstrijd ergens ter wereld. En dan probeert hij altijd grote namen uit de zeilwereld aan boord mee te krijgen. Met een bufferbad van zo'n 1000 liter van 16 bar staan en een hoge druk luchtcompressor die levert 150 liter per minuut op 200 bar. Ze hebben ook voor twee duikers hebben ze een CCTV aan boord, zodat ze gewoon goed kunnen meekijken met de duikers. Er kunnen vier personen aan boord zitten. En zo varen zij dus zeker hier in de Rotterdamse haven. Veel rond, zien we ze ook veel gaan. Ook zijn wij ze dankbaar dat ze op deze wereldhavendagen ook weer aanwezig zijn. Zij zorgen ook altijd voor de afzetting van het demonstratiegebied. U ziet daar die gele boeien liggen. Daar zorgt Smitwaalhaven altijd voor tijdens de wereldhavendagen. Lichten van lekkages, afblinden, berg van ankers en kettingen. Gebeurt ook zeer regelmatig. Digitale onderwaterfotografie, houtbemonstering. Inspecteren van sprinklerbassins, onderhoud en reparatie van pomp- en koelwaterinstallaties. En zo gaat maar door. Het doet heel veel in deze haven. Maar ook containers, oorlogsmijners die tegenkomen, pontons en shovels en kranen. We hebben jarenlang ook mooie demonstraties gehad in samenwerking met Smitwaalhaven, waar we ook iets op de bodem hier voor de kade neerzetten. En hij liet dus een duiker naar beneden gaan. En daar zorgden ze eigenlijk voor dat er weer naar boven kwam. En daar waren de meest leuke dingen die naar boven kwamen. Van motoren tot aan auto's. Altijd was dat heel leuk om te zien. En ook zetten we de Smitwaalhaven ook vaak in voor de kaders. Ook daar kunnen zij ingezet worden. Zo doen ze ook aan de betonreparatie en het storten van beton. In branden kunnen ze ook. De schepen geen scheepschroeven hebben, maar waterjets. De zeewater wordt halverwege het schip ingelaten en door middel van grote waterstralen achterop met veel vermogen naar buiten gestuurd. Buiten dat deze schepen heel goed kunnen manoeuvreren, zoals u nu kunt zien. Ze kunnen van vol aan vooruit naar vol aan achteruit. Ze kunnen heel goed snel ronddraaien, maar ze zijn ook buitengewoon veilig. Omdat deze schepen geen schroeven hebben, is het dus voor drenkelingen die ze uit het zee kunnen vissen. Geen gevaar dat de drenkelingen in aanraking komen met de scheepschroeven. En u ziet ook de twee tornado's van de Dordtse Reddingsbrigade ziet u achter elkaar zitten. Een van de DB19 is een tornado type 6.8, gebouwd in 2011. Weegt zo'n 1800 kilo. Bijna 7 meter lang, 2,5 meter breed en een kleine diepgang van zo'n 80 centimeter. Ligt een 115 pk motor achter en maakt daarmee een snelheid van zo'n 33 knopen. Omgerekend is dat zo'n 60 km per uur. Er zitten twee bemanningsleden op en indien nodig kunnen er 20 gereddenen aan boord worden gezet.
Ja, en buiten de schepen van de Dordtse reddingsbrigade ziet u ook een schip van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. In dit geval eentje van de Valentijnklasse. En dit is een schip wat langs de Nederlandse kust ingezet wordt. Deze worden middels een lanceervoertuig het water opgestuurd. En het schepen, het lijken kleine schepen, maar ze kunnen toch 50 redden aan boord nemen. En dan met een snelheid van 34 knopen over zee varen. De standaard bemanning bestaat uit 4 personen. En dan nog even over de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Is een organisatie die al 100 jaar bestaat. Langs de Nederlandse kust hebben we 45 reddingsstations en 75 reddingsboten. En ze worden bemand door 1400 En zo komt de Piet Hein dan door het demonstratiegebied. En dat vinden we hartstikke leuk natuurlijk om zo even te laten zien aan u dat zo'n jacht hier ook nog rondvaart. Gevolgd door de Libra. Ook fijn dat zij weer even deelnemen aan deze demonstratie. Benjamin heeft daar al behoorlijk wat over verteld, wat er met die Libra gebeurt. Met het belootsen hier in Rotterdam komen heel veel schepen per dag komen hier binnen, maar gaan ook naar buiten. In samenwerking met de sleepboten die u vanochtend ook al gezien hebt, is er een unieke samenwerking tussen het schip en de sleepboten. En zorgen ze dat ze veilig aan de kade, maar ook vanaf de kade gehaald kunnen worden en weer richting zee kunnen gebracht worden. RT Borkum die komt weer even door het demonstratiegebied. U heeft ze ook al eerder gezien, een mooi opleidingsvaartuig, maar ook inzetbaar als sleepboot. Zij doen veel dokkingen, maar ook kleine zeevaart zorgen zij dat die op hun ligplaats komen of van hun ligplaats worden gehaald. De RT Borkum kan ook gewoon echt op de plaats keren. De schipper die aan boord staat, de gezagvoerder, dat is Kees. En Kees werkt al 62 jaar voor Kotug. We zijn ook ontzettend blij dat hij ook dit jaar weer met de Borkum hier mee wil varen. U ziet het, ze draait, zoals we vanochtend Ron van de Steenbank ook al zei, als een drol in de pispot, zeggen ze dan hier op z'n Rotterdams. Het is gewoon zo. Het gaat heel makkelijk over het water. Het kan 7 knopen zijwaarts verplaatsen. Dus het is hartstikke leuk dat we dat ook even mogen laten zien. Dat is cool. Gewoon een attractie op zich. Mooi, hè? Wanneer kwam je naar het park? Dat weet ik. En voor de mensen die het vanochtend ook al gehoord hebben, die RT Borkum, daar hebben ze een hele mooie test mee gedaan. Een aantal jaar terug hebben ze de RT Borkum hier in Rotterdam laten varen. Maar laten besturen vanuit Marseille, Zuid-Frankrijk. Dus op afstand bedienbaar. En dat zijn natuurlijk dingen die nog zwaar in ontwikkeling zijn. Maar ze zijn daar al een heel ver stadium mee. En vooral met dit scheepje is dat heel mooi te bewerkstelligen. En zoals we ook straks al zeiden, het zijn allemaal sectoren waar de schepen doorgaan. Ook tijdens deze wereldhavendagen hebben wij een demonstratiegebied wat afgezet is, waar niemand eigenlijk in mag komen, behalve de deelnemers. Maar daarbuiten gaat het uiteraard gewoon door. Zo ziet u in de afvaart ook onder de Erasmusbrug weer een koppelverband komen, wat richting de Botlek of de richting de Waalhaven misschien gaat. Maar verder in de afvaart, dus dat gaat gewoon door. 24/7. Zometeen ook richting het demonstratiegebied komen. Dus dat is ook leuk. Zij gaat zo ook voor de kade even een mooi rondje maken, zodat we haar goed kunnen bekijken. Kijk eens wat de golven die maakt zien. En de Delfshaven is inmiddels het demonstratiegebied binnengekomen met zijn 41 meter komt hij nu onder de kade, zodat u hem ook goed van dichtbij kunt bekijken. Ik neem aan dat de Zekerdet nu ook aan boord zit. Dat geeft u in ieder geval een warm welkom hier in het demonstratiegebied. Wij zijn ook heel blij dat zij ook even hier naar binnen komen varen om even te laten zien. Fantastische initiatief om dat in 2021 zo aan die Zekerdet te schenken. Na jarenlange dienst in de haven van Rotterdam. Evacuaties, medevak zoals ze dat noemen, best ver op zee. En als er voor wordt gekozen om dat met een schip te doen, om welke reden dan ook. Dit schip kan varen door zo'n 2000
MEK maximaal 35 knopen en dat is zo'n 60 km per uur. En je zou het niet zeggen, maar daar kunnen dus 120 geredden aan boord. 120 mensen kunnen ze meenemen. En de standaard bezetting van dit schip is 6 personen. En ook met dit schip is het dus mogelijk om een rondvaart te maken. Dan moet u wel eerst even donateur worden voor een leuk bedrag. Als u daarvoor kiest, dan kan dat aan het einde van de pier. Kunt u donateur worden van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. En door uw gift kunnen ze blijven bestaan en ervoor zorgen dat ze van de mooiste schepen kunnen beschikken. Over de mooiste schepen kunnen beschikken. En, want verder wordt de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij gerund door vrijwilligers. En u ziet inmiddels de Fury voor de kade komen, voor de tribunevaart zij. Dus de laatste door stoom aangedreven zeesleeboot in Nederland. En zoals ik zei, gebouwd in 1916. Dus meer dan 100 jaar oud. Nostalgie in de jaren 70 gebruikt voor de televisieserie Hollands Glory. Van dit jaar, deze maand in september. 30 september is de eerste dag van de Furiade. En dan wordt er ook weer een presentatie vanaf de Fury gegeven. Dus daar staat ze altijd in het middelpunt van de belangstelling. De Erasmusbrug langsvaren. Inmiddels in bezit van de Zeekadetten Korps Schiedam. Waar vroeger een veel geziene gast in de haven Rotterdam was loodsopleidingsvaartuig. Zij zaten hier veel, dus de nieuwe loods. Vanaf de buitenkant kan een leek dat eigenlijk nooit zien. Of er nou olie in zit, of gasolie, of iets anders. Of bijvoorbeeld chemicaliën. Dat kan wel middels seinvoering. Aan de hand van seinvoering kunnen dus mensen zien in welke gevarenklasse er producten aan boord zijn. En dat wordt dan aangegeven met één blauwe kegel of twee blauwe kegels.